Hey, welkom in de laatste video en podcast voor 2020. En ik wil het met jullie hebben over een thema die ik nog niet vaak zie passeren in de spirituele wereld en de coachingwereld. En dat gaat over rouwen en veiligheid in de relaties. En zoals dat je weet, deel ik met jullie waar ik zelf tegenaan gelopen heb. Of wat ik zie, meermaals zie voorbij komen bij klanten en volgers. Net omdat dit dan een thema is waar ook nog andere zielen tegenaan lopen en dus eigenlijk lessen te leren hebben. Of tenminste bewust mogen over worden zodanig dat ze het een en ander ook kunnen gaan transformeren. Nu, sinds oktober, dit jaar, 2020 dus, heb ik veel diepe emoties weer mogen aankijken, mogen healen en mogen transformeren. Het duwde me opnieuw echt tot de rand, waardoor ik meermaals dacht van niet te slagen. Me eigenlijk afvragend van wanneer gaat er hier nu eigenlijk een einde aankomen? Echter, we zijn altijd sterker dan dat we denken. En we krijgen enkel datgene voorgeschoteld waar we klaar voor zijn om mee om te gaan. Om te healen, om te transformeren. En net daarom mocht ik de afgelopen weken en maanden de tijd nemen om dieper in te zoomen op de manier waarop ik onder andere relaties deed. Waarop ik in relaties zat, stond, of hoe je het ook wil uitleggen. Nu, toen het op een bepaald ogenblik me heel duidelijk werd wat er eigenlijk werd getoond en waar ik bewust mocht over worden, was eigenlijk dat ik een hele tijd reageerde en leefde vanuit een oud paradigma over relaties. Een oud relatieparadigma. En daar zijn er heel veel. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, dan was er een hele lange tijd, want meisjes werden opgevoed enkel en alleen om een goede vrouw te zijn en om kinderen op te voeden. Niets meer, niets minder. Ze werden zelfs niet verteld over hoe kinderen verwekt werden. Echt. Kun je dat nog voorstellen? Nu, mocht je Netflix hebben, dan is er een hele leuke serie, dat heet Bridgerton, en die daar eigenlijk ook op inspeelt, die daar rond dat thema ook wel werkt. Maar daar gaat het hier nu natuurlijk niet meer om. Waar het wel om gaat, is dat het eigenlijk bewustzijn er rond, het besef er rond, het inzicht er rond, dat eigenlijk me wel duidelijk maakt hoe dat we vanuit de maatschappij en vanuit opgelegde ideeën jarenlange relaties gedaan hebben. En eigenlijk nog doen. Namelijk volgens die oude paradigma's die zo verankerd zijn in het collectieve bewustzijn, dat we er gewoon naar leven zonder dat we het bewust van zijn. En daar ligt net het gevaar. Men zegt liefde heelt relaties. En dat klopt ook voor een stuk. Maar onbewuste keuzes maken brengt ons pijnen en triggert nog meer diepe emotionele wonden. Daarom is het ook belangrijk om bijvoorbeeld te rouwen na een stuk gelopen relatie. Neem de tijd om even alleen te zijn. Om bewust te worden over wat er gebeurd is in die stuk gelopen relatie. Wat maakt er nu precies dat je verdrietig bent? En het maakt niet uit of jij degene bent die de relatie beëindigde of niet. Het gaat erom dat je kijkt waar die persoon, waar jouw ex-partner jou het meest heeft getriggerd. Want daarnet ligt jouw groei. En als je dat consequent doet na elke relatie, dan zal je als ziel een enorme groei doormaken. Want elke relatie, of dat nu romantisch of vriendschappelijk is, komt op je pad met een reden. En vaak is dat onbewuste patronen en die paradigma's bewust te maken. Alleen als je die les niet wilt leren, dan zal de relatie ook mislukken. Maar zal je tegen hetzelfde, en vaak en een stukje erger, weer aanlopen in je volgende relatie. En dat is toch niet hetgeen wat je wilt manifesteren, of wel? Nu, dus om terug te keren naar het paradigma waar ik het vandaag met jullie wil over hebben, is het stuk ook rond veiligheid en relaties. Want er zijn natuurlijk heel veel paradigma's, jammer genoeg, en we gaan die één voor één allemaal gaan transformeren, zodanig dat we echt op een nieuwe manier ook relaties kunnen gaan doen, die in lijn zijn met het hogere bewustzijn. Maar vandaag hebben we het over het paradigma dat de meeste mensen in een relatie vluchten of in een relatie willen zijn, omdat ze denken dat ze zich hierdoor veiliger zullen voelen. Dat ze daardoor veiligheid gaan creëren. Nu, ik heb de afgelopen weken dat paradigma, hoe moet ik het gaan noemen, dat patroon eigenlijk gaan ervaren in mijn connectie met mijn tweelingvlam. En het was eigenlijk maar pas toen ik tijdens een gesprek met mijn zus, dat ik mijn gedachten aan het orde was, dat ik het zag. En laat mij uitleggen wat ik precies zag.
Dus als tiener was ik meestal in een relatie. Er waren weinig momenten waar ik niet bij iemand was of waar ik niet op iemand gefocust was. Bovendien, als de relatie voorbij was, al dan niet door mijn eigen keuze, nam ik meestal niet de tijd om te helen van dat verdriet. Of je zou kunnen zeggen, nam ik eigenlijk niet de tijd om de lessen die ik geleerd had te integreren. En ik reinigde mijn energie ook niet van die relatie. En laat staan dat ik de energetische koren doorsneed, want toen wist ik nog niet van dit alles. Dus ging ik eigenlijk met versnipperde energie van mezelf, verbonden met de energie van al mijn vorige partners, gewoon door naar de volgende relatie. En natuurlijk kan je wel voorstaan dat geen enkele van die relaties lang stand hielden. Want op dat punt was ik ook op zoek naar veiligheid. Een soort van bevestiging. Het idee dat als er één iemand van me houdt, één iemand ziet wat ik toen nog zelf niet kon zien in mezelf, dat ik het wel waard moest zijn om te leven en het wel waard moest zijn om de wereld te mogen instappen en te doen wat ik graag doe. Nu, dit alles komt eigenlijk voort vanuit de vervormde vrouwelijke energie. En als tiener verwoordde mijn familie vaak dat het was dat ik eigenlijk zo hard veranderde en helemaal opging in de relatie die ik had. Ik had toen al eigenlijk de behoefte om één te worden met de anderen. Maar daardoor verwaarloosde ik wie ik werkelijk was. Namelijk, die behoefte om één te worden kwam dus voort uit mijn gekwetste vrouwelijke energie. En dat is een oertrauma waar ik eerder ook al over geschreven en over gesproken heb. Maar dat maakt dus dat er een patroon gecreëerd wordt die ik ook vaak zie terugkeren bij vrouwen die hoofdzakelijk die vrouwelijke energie belichamen. Zeker wanneer dat ze de wond in zichzelf nog niet geheeld hebben. Dus bijvoorbeeld het constant achterdochtig zijn waar dat de partner zit. Willen weten met wie dat ze spreken of met wie dat ze chatten. Wat dat er gezegd werd. Dat allemaal, dat brengt een hele zware last mee in de relatie. Waardoor, als je die niet heelt, de relatie sowieso gaat mislukken of heel stroebel gaat verlopen. Wanneer er geen vertrouwen is in jezelf, dan kan je de ander ook niet vertrouwen. Als je relaties nodig hebt om je zelfvertrouwen, je zelfwaarde te versterken, dan zou je blijven in patronen stappen die jou nooit die ware onvoorwaardelijke liefde zou brengen die je eigenlijk verlangt. Dus de wonde die ontstaan is op het ogenblik dat de mannelijke energie zich afsplitst voor een vrouwelijke energie, zorgt dus voor heel veel problemen, heel veel patronen in hoe dat we de relaties op dit moment nu doen. Dus de vrouwelijke energie wil zich weer één gaan voelen en wil zich opgenomen voelen in die eenheid. Echter, er is zowel mannelijke als vrouwelijke energie in onszelf. Dus, je moet je niet één maken en verbinden met een andere ziel, waar je de mannelijke energie heel sterk bij voelt. Nee, in eerste instantie moet je de eenheid in jezelf terug in balans brengen. Je innerlijke wonden helen. En eigenlijk jouw vrouwelijke energie koesteren met je eigen mannelijke energie. Dus eigenlijk die eenheid brengen weer in jezelf. Want wanneer je dat gedaan hebt, zou je geen relaties meer aantrekken die jouw vervormde energie en jouw disbalans weerspiegelen. Je zou relaties aantrekken en aan je toe magnetiseren die eenheid en onvoorwaardelijke liefde in jezelf weerspiegelt. Want zo werkt het, van binnenuit naar buiten, niet andersom. Dus neem de tijd om te rouwen om een stuk gelopen relatie, om een echtscheiding of wat dan ook. En kijk wat de relatie jou geleerd heeft, ook al is het slechts om bewust te zijn van wat hij niet meer wilt. Kijk wat hij geleerd hebt over jezelf. Welke patronen zie je in jouw verschillende relaties? Dus niet alleen in de laatste die afgerond is, die stuk gelopen is, maar ook in al de voorgaande. Zijn daar dingen, is er een rode draad doorheen die verschillende relaties? En kijk van wat heb je geleerd over jezelf, over de manier waarop je relaties doet. Maar vooral ook waar sluit je je nog van af? Van jezelf. Wat verdring je nog die eigenlijk nog mag aangekeken worden? En daarom zijn innerlijke groei en werken aan jezelf heel krachtig. En het is eigenlijk net door aan jezelf te werken en je innerlijke groei dat je de ideale perfecte relatie gaat gaan aantrekken. Niet de perfecte relatie in de zin van een perfecte persoon, maar wel perfect voor jou zoals dat jij nu op dit moment bent. Dus als je dat gaat doen, dan maak je eigenlijk van jou zelf een kanaal waardoor het universum heen kan stromen. Zodanig dat het universum al je wensen kan brengen, zodat je ook gaat gaan voelen dat je het waar bent. Dus denk daar eens over na. Neem daar de tijd voor. En als het kan nog, voordat het nieuwe jaar begint, zodanig dat je met nieuwe inzichten
het jaar een doorstart kan gaan maken. Nu, wil je samenwerken aan de patronen die je hebt in jouw relaties? Of wil je samenwerken rond het meer inkrijgen van inzichten waarom je bepaalde dingen doet, waarom je bepaalde dingen voelt? Of al is maar om te leren hoe je kan communiceren met je gidsen om meer boodschappen te ontvangen. Neem dan zeker contact met mij op om te kijken op welke manier dat we nu kunnen samenwerken, zodanig dat we jou weer sterker kunnen gaan maken, nog krachtiger kunnen maken. Ik ben er alvast klaar voor en ik hoop jij ook. Dus ik wens je alvast een heel fijn einde jaar en dan zien we elkaar terug in het nieuwe jaar 2021. Een nieuw jaar. Met tijd en ruimte voor de nieuwe jij, een nieuwe liefde, nieuwe kansen, nieuwe wensen en alles wat we maar willen manifesteren. Zo, dat was het voor nu en tot volgend jaar!